Je kan je als vriend aanmelden dat we langskomen, maar je kan ook ervoor zorgen dat je vrouw bezoek krijgt, terwijl ze dat helemaal niet wist en er niet op zat te rekenen. Evelien, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Jij bent overvallen, hè, door Johannes, je man. Je krijgt er wel iets leuks voor in de plaats. Want wij zijn door jouw man Johannes dus gewezen op het feit dat wij hier een hele jonge luisteraar hebben. En daarom komen we even op kraamvisite. Nou, dankjewel. Alsjeblieft. Hartstikke leuk. Ik ben heel erg benieuwd of je het een beetje leuk vindt. Ik heb geprobeerd hier in de lokale winkel het meest oranje rompertje te vinden wat ik kon vinden. Nou ja. Dus heb je hulp nodig met uitpakken? Hè? Geen voetbal dit keer. Nee, dat is dan wat lastig. Maar dit komt er aardig in de buurt. Ja, dat is hartstikke leuk. En daarmee verwelkomen we Eva op de wereld en als een hele jonge Grootnieuws radioluisteraar. Zeker weten. 7 weekjes oud. Ja. Nou, fantastisch. Ik heb voor jou ook nog een Grootnieuws radio goodiebag voor de rest van het gezin. Misschien kun je die dan doorgeven aan Johannes, die toch wel deze val heeft opgezet. Ik zie dat er autodingetjes zijn. Dus dan, zonneschermen voor in de auto, komt dat goed? Ja, zeker weten. Goed zo. En doe je de groetjes aan Johannes? Ja, zal ik doen. Je zei, Johannes is een vervent luisteraar. Hoe merk je aan hem, wat heeft hij aan Grootnieuws radio? Als hij eigenlijk gewoon, als hij op het moment dat hij niet lekker in zijn vel zit en hij moet werken en dan zet hij de radio aan en dan gaat het allemaal toch wat makkelijker door je dag heen, zeg maar. Of je hebt wat gehoord wat niet zo leuk is van je familie of zo. Corona speelt toch wel momenteel weer heel erg. En ja, is er iemand die dichtbij komt, zeg maar, dan heb je net de steun die je eruit haalt. Een nummer die je hoort of een tekst die je hoort. Of... Tof. En hij is vrachtwagenchauffeur, hè? Ja. Dus hij kan veel luisteren? Ja. In principe kan hij de hele dag door luisteren als hij wil. Natuurlijk moet hij wel wat dingen afleveren, maar in principe kan hij elke dag luisteren naar jullie. Wat goed.